Welkom bij het vervolg van het Marcus Evangelie. Marcus 8, vers 24 tot 26 ga ik wat over zeggen. De voorafgaande vraag is, wie is Jezus eigenlijk? Er zijn wat blindheden voorbij gekomen. De vraag van Jezus aan de leerlingen of ze blind voor hem zijn. En vervolgens een blinde in de buurt van Bethsaida die genezen wordt door Jezus langs een bijzondere weg. Zou het de leerlingen tot nadenken hebben gestemd, die beide dingen, zouden ze het aan elkaar gekoppeld hebben? In elk geval, Marcus schrijft in Marcus 8, vers 24 tot en met 26 het volgende. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoorden, Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Tot zover. Jezus en zijn leerlingen trekken van Bethsaida, aan de noordkant van het meer van Galilea, nog wat verder naar het noorden, naar de dorpen in de omgeving van Caesarea Philippi. Dat is een tamelijk grote stad aan de voet van de Hermon, de grote berg die in het noorden van Israël ligt, op grens. Een plaats die eerst Paneas genoemd werd, ter ere van de afgod Pan, die vereerd werd in een grot die eerst toebehoorde aan een andere afgod, aan Baal. Maar daar was de panreligie gewoon een voortzetting van. Maar toen kwam Herodes Philippus, de broer van Herodes Antipas, en die bouwde er een stevige stad van, om, bij, enzovoort. En noemde die Caesarea naar het Romeinse en deels het Griekse woord Caesar, keizer, oftewel de keizer die in Rome regeert, en dat was Tiberius in die tijd. En Herodes Philippus die wilde de stad daarmee de naam geven van de keizer van toen en hem daar ook mee eren. Het is een plaats die zo ver in het noorden ligt dat die een grensplaats is en deels Joods en deels niet-Joods, zeg maar heidens is. Jezus is zo ver mogelijk als je maar kunt van Jeruzalem verwijderd op dat moment binnen de grenzen van Israël. En daar gaat het om. Dat is een soort kantelpunt. Welke kant gaat het nu op? Gaat Jezus uiteindelijk kiezen voor Jeruzalem? Of gaat hij kiezen, na alle vreemde tegenslagen en de tegenwerking ook vooral van de leiding, die al bezig is te groeien, zal hij kiezen voor de niet-Joodse volken, waarvan een heleboel openstaan voor wat Jezus met zich meebrengt aan boodschap van de Koninkrijk van God en aan genezende macht. Onderweg heeft hij gesprekken met zijn leerlingen. Hij is nog steeds bezig ze te onderwijzen. Ze lopen stage bij hem. En ik denk ook dat het voor hun een moeizame ontdekkingstocht geweest is. Wij kijken natuurlijk achteraf. Wanneer we Marcus lezen, weten we vaak al de grote lijnen van hoe het zich afgespeeld heeft. Iedereen die de Passion wel eens een keer gezien heeft, die heeft dan echt wel een soort idee van de patroon van de geschiedenis van Jezus. En dan kijk je er toch op een andere manier naar. Maar als je er middenin zit en gestart bent uit een positie waarin je dat allemaal niet weet, ja, dan heb je een moeizame zoektocht om erachter te komen van hoe zit dat met die Jezus. En dan in die wandeling, in die tocht, vraagt Jezus aan hun, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ik kan me voorstellen dat hij dat aan zijn leerlingen, aan zijn apostelen vraagt. Een stuk of 12 ervan zijn uitgezonden geweest naar heel Noord-Galilea, heel Galilea zelf. Om het evangelie te verkondigen en zullen ongetwijfeld het een en ander gehoord hebben. Ze hebben om de zoveel tijd ook een grote menigte te maken gehad. Er is een grote kans op dat zij inderdaad gehoord hebben wat de mensen allemaal van Jezus vonden, wat ze over hem zeiden. Wat vinden ze van die Jezus? Van die wonderdoener, die spreker met gezag, de genezer, de mensen die mensen bevrijden kan uit de duisternis van de demonie. Wat vinden ze van Jezus die dan ook kennelijk in conflict bezig is te komen met een deel van de leiding, de geestelijke leiding van Israël? En dan komen er een paar antwoorden. En dat is niet niks. Ik zou diep vereerd zijn, persoonlijk, als ze mij zo zouden beoordelen. Dat gebeurt niet, dat is ook prima. Maar het is niet niks wat ze zeggen. Het zijn allemaal profeten. En dat zijn bepaald mensen die wat te vertellen hebben. Johannes de Doper wordt genoemd. Ja, die is vermoord op bevel van koning Herodes, of ik moet zeggen tetraag Herodes, en op aanwijzing van zijn vrouw Herodias.
Maar hij zou misschien uit de dood kunnen zijn opgestaan en dan ineens wondermacht bezitten. Er waren kennelijk meer die erover dachten. Het hele idee van Herodes Antipas, dat Johannes misschien uit de dood is opgestaan en nu Jezus zo heet. En dat is niet zo vreemd hoor, want er zijn er wel meer die dat gedacht hebben. Johannes de Doper. Nou, niet gering. Het hele Joodse land liep uit om Johannes te horen. Zeg wel wat. Weer anderen zeggen, nee, het is de profeet Elia. Dat is ook een topstuk om het zo maar eens te zeggen. Want dat is niet alleen iemand die in de geschiedenis van Israël een heel beslissende rol gespeeld heeft. Maar het is ook iemand die in de toekomst een heel beslissende rol gaat spelen. Want voordat de Messias komt, de Messiach zoals de Joden dat noemen. Voordat de koning der koningen komt, de heer der heren, de wereldregeerder namens God. Voordat hij komt, komt eerst Elia. Elia is de wegbereider voor Jezus aan. Kortom, Jezus staat daarmee maar één stap onder de Messias. Of misschien, zeggen anderen, is een van de grote profeten van vroeger teruggekeerd in het leven om ons Gods woord te geven. Want profeten hadden echt wel wat te zeggen. Die spraken met het gezag van de levende God. En een groot deel van het Tenach, van het Oude Testament, is gevuld met hun woorden. Ze zijn een mede-auteur van het Oude Testament. Dat is nogal wat. Dat betekent je nogal wat. En er is blijkbaar niemand die zegt dat Jezus zelf de Messias is. De gezondene, de gezalfde van God. De vermoeden is bij een heleboel uitleggers dat dat komt omdat er toch andere verwachtingen waren van die Messias. Die gezalfde, als koning gezalfde, die zou met name ook een wereldlijke politieke macht uitoefenen, waarbij hij uiteindelijk de hele aarde aan zich zou onderwerpen en Jeruzalem het stralende centrum en een stralende hoofdstad van de hele wereld zou worden. Het zou beginnen bij het verjagen van de Romeinen met alle legioenen. Zoiets in die zin. Dat was wel zo ongeveer de soms wat vager, soms wat scherpere verwachting van mensen in die tijd. Een strijdbaar iemand die als bevrijder komt om dat te doen. En dat is hem dan ook ongeveer. Maar hij past daar niet helemaal in. Dit is zo herkenbaar voor vandaag de dag. Ik loop op allerlei manieren mensen tegen het lijf die zich positief uitspreken over Jezus. Over de kerk vaak alleen maar slechte dingen. En soms ook uit ervaringen waarbij je ook denkt dat de kerk slecht gedaan heeft. Oh, dat zal vast wel wezen. Maar over Jezus hoor je niet zoveel kwaai of slechte dingen. Nee, die heeft wel een goede PR bij de doorsnee samenleving. Bij de doorsnee mens die niet per se christen hoeft te zijn. Positief. Maar vaak ook vaag, oppervlakkig, op afstand, van horen zeggen. Van, ja, nou, ik weet er wel iets vanaf, enzovoort, en dan komt er wat. Maar hij blijft ook incognito. Hij blijft ook verborgen. Hij blijft ook geheimzinnig. En hij blijft ook vaak op afstand. Omdat mensen zich niet de moeite nemen om er eens secuur naar te gaan zitten kijken wie en wat Jezus nou eigenlijk is volgens de ooggetuigenverslagen die er gegeven zijn in het Nieuwe Testament. Dat er vier van zijn brengt sommige mensen in verwarring. Nou, daar zeg ik een andere keer wel wat over, want dat is volgens mij alleen maar een blijk van kracht, van sterkte. Maar in elk geval, om daarna te kijken, daarna te luisteren. Want de hoofdvraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt, stelt hij in wezen ook aan ons, aan mij, aan jou, aan u. Wie denk jij dat ik ben? Wie is Jezus? Dat is de vraag van de zoektocht naar wie hij is. En dit Bijbelgedeelte helpt ons om daarin verder te zoeken. Er komt nog een stukje. Misschien dat je dat ook gaat zien. In elk geval, God zegen toegewenst.